Een nieuwe ontwikkeling in de politieke saga in Borgloon. Daar kondigen CD&V en N-VA vanavond aan dat ze naar de Raad van State stappen over de onbestuurbaarheid van Borgloon. Het officieel besluit van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans, waarin ze de onbestuurbaarheid vaststelt, zal er nu snel komen. Want de bemiddelingspoging van de gouverneur heeft niets opgeleverd. Daarop krijgen burgemeester en het Schepencollege hun ontslag en ligt de weg open voor een nieuwe coalitie tussen SPA en Open VLD, tenzij de Raad van State stokken in de wielen steekt. Borgloon viert dit weekend carnaval. De burgemeester en zijn schepenen hebben wijselijk besloten om niet voorop te lopen in de stoet. De politieke klucht bereikt een nieuw hoogtepunt nu CD&V en N-VA naar de Raad van State stappen. Onbegrijpelijk vindt oppositieleider Erik Wouters. Ja, ik zou het heel spijtig vinden indien men nu zou zich gaan vastklampen aan een paar schepenambten. Men kan geen ploeg vormen binnen de meerderheid. Ja goed, dan denk ik toch niet dat men nu ook nog eens een procedureslag moet gaan voeren bij de Raad van State voor een paar schepenambten. Want daar is het dus dan echt laag bij de grond. Op 15 december stelde de gemeenteraad de onbestuurbaarheid van Borgloon vast, 16 tegen 4. SPA-burgemeester De Neuker zag na 2 jaar geruzie een verdere samenwerking met N-VA en vooral CD&V niet meer zitten. Snel wordt nu de brief verwacht van Vlaams minister Homans. Ook zij kan niet anders dan de onbestuurbaarheid vaststellen, omdat ook de bemiddeling van de gouverneur tot niets heeft geleid. Dat was duidelijk boodschap namens SPA samen met de voorzitter Jo Dardenne. Heb ik aan de gouverneur duidelijk te kennen gegeven dat een verdere samenwerking met CD&V en Borgloon niet meer tot de mogelijkheden behoorde. De CD&V, een partij die totaal onsamenhangend was, waar mensen, collega-raadsleden, zelfs niet met elkaar spreken, laat staan elkaar nog een hand geven. Vervolgens zal Homans aan de gouverneur laten weten dat de burgemeester en de schepenen ontslag moeten nemen. SPA en Open VLD zullen dan een nieuwe meerderheid vormen, tenzij de Raad van State er een stokje voor steekt. Ik ben ervan overtuigd en ik vind dat de 2 grootste fracties in de gemeenteraad die een meerderheid kunnen vormen van 2/3 binnen Borgloon, binnen de gemeenteraad van Borgloon, dat zij een verantwoordelijkheid moeten nemen voor een stabiel bestuur en voor de toekomst van Borgloon. Lillinge's natuur is goed 2 jaar ver. U kan altijd zeggen, ja goed, het glas is half leeg. We hebben 2 jaar verloren, wat ook wel zo is. In dat scenario blijft Danny De Neuker burgemeester, al moet hij zaterdagavond tot dinsdagavond tijdelijk de sjerp overdragen aan prins Jo de Eerste. En dan kan hij rustig nadenken over die toekomst hier in dit stadhuis. Uiteraard, ik denk dat dat aan de orde is, dat we natuurlijk de loon naar moeten geven waar hij recht op heeft. Dat is behoorlijk besturen.